Schmid overleed op 84-jarige leeftijd. Haar nalatenschap is groot. Nog steeds groeien generaties op met de boeken van Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat. Ze zorgde ook voor spraakmakende tv dankzij series als Ja Zuster, Nee Zuster en haar interviewshoes. Eppo van Nispe groef de mooiste momenten op in de archieven van Beeld en Geluid. Ja. Yeah. Nou. Welkom. Ja, dat was denk ik best wel moeilijk om te kiezen. Want er is heel veel natuurlijk. Net zoals de heer Hanen. Dat zijn talentvolle mensen. En Annie M. G. Schmid is natuurlijk een van de meest talentvolle schrijfsters, denk ik, die wij in ons land hebben gekend. Ja, en die heeft zoveel in ons archief gemaakt en gedaan. Dat is echt heel lastig om daar eens uit te kiezen natuurlijk. Maar ik heb mijn best gedaan, hè? Dat was de opdracht. Ja. Wat is het eerste wat we gaan zien? Dat is eigenlijk heel bijzonder, maar het is heel kort. Het is namelijk, Annie is een laadbloeier. Dat horen we straks ook zeggen. Dat is ook echt zo. Ze was op 37-jarige leeftijd echt gaan schrijven via het parool. Ze was eerst bibliothecaresse, dus niks mis, ben ik ook geweest. En dan heb je uiteindelijk, komt zij dan en dan gaat zij schrijven. En dat gaat dan eigenlijk heel snel. En je hebt altijd in de Boekenweek, in de Bijenkorf, een soort van schrijversfeest. En daar was Annie voor het eerst op televisie in het journaal. Dat zien we hier. Hè, een schitterend shot. Dat leven van Nederland zoals het toen nog zonder corona was, zeg maar, 1955. Prachtige vlag. En dan daar, die schrijvers in een kraampje. En dan uiteindelijk, dan moet je goed opletten, dan zit Annie daar en Annie heeft iets opens, iets stouts, iets ondeugends, rokend. Ja. En met die daarna Simon Carmichelt. En dit was het eerste beeld van Annie wat wij in ons archief hebben. En dat is vrij bijzonder, want het geeft ook meteen aan. Okay. Ja, klopt, Wim Ibo. Nee, er is nog heel veel meer te zien. Maar dat moment, hè, dat roken was voor haar ook heel belangrijk. Hè. Veel roken en vreemdgaan was een uitspraak van haar. Wilde je oud worden? Het was in alle kanten een ongelooflijk sympathiek, knap, moet ik zeggen, literator. En dat vond zij. Overigens, met Carmichelt had zij een soort van toertje door de zalen heen over humor. En daar had zij natuurlijk ruim genoeg van. Ja, ze werd natuurlijk ook vooral bekend door haar kinderboeken. Ja, begon ze daar meteen al mee of kwam dat later pas? Nou, zij schreef eigenlijk stukjes voor het parool. Kleine stukjes. Jip en Janneke, daar is het eigenlijk mee begonnen. Kleine, korte verhaaltjes. Maar die verhaaltjes waren altijd een beetje op waarheid gebaseerd. En uiteindelijk ging het natuurlijk ook om, zij kon fantastisch voordragen. Nou, wat een heel mooi fragment is, bij Doris op schoot, Tom Manders, hè? Jij kent hem. Ja. Ik neem aan hier jullie ook. En bij Doris op schoot, een kinderprogramma eigenlijk, maar heel veel volwassenen keken daar. En Annie ging daar haar vestje voordragen. De vogel bis, 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 waar iedereen zo bang voor is. Hij pakte de vlechtjes van Rosalind en vloog er vandoor zo snel als de wind. En Rosalind ging aan het gillen en schreeuwen en brulde als 27 leeuwen. En daar vloog die vogel al boven de huizen. En de mensen beneden hoorden het zuizen. En ze keken naar boven en riepen, o jee, dat beest neemt zomaar een meisje mee. Dat is de vogel bis, 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 waar iedereen zo bang voor is. En mevrouw Annie M. G. Schmid, hoe zag die vogel eruit? Met allemaal veertjes, niet alleen, maar allemaal pluisjes aan die veertjes. En doodeng, een heel groot en heel zwart. Veel groter dan een adelaar, Doris. Kan je nagaan. Jack is toch aan toezicht. Het is eigenlijk ook een soort van troost-tv, hè? Dat is toch prachtig. Brullen en schreeuwen als 27 leeuwen. Als kind denk je, 27 leeuwen. Dat is natuurlijk toch de kunst van het gewoon heel goed opschrijven. En dat terwijl ze niet dol was op kinderen, hè? Nou, zij had een... zij heeft een heleboel over gezegd. Dat is het mooie. Het is een kind uit zichzelf. Hè? Zij was eigenlijk een soort van, ja, moet ik zeggen, in Vlissingen, Zeeland opgegroeid. Daar is overigens helemaal niks mis mee. Maar ze wilde uitbreken. Ze wilde meer. Ze was ondeugend en ze hield eigenlijk van het ondeugende kind. Maar als je dan vraagt, hoe zit het nou precies? Nou, die vraag werd gesteld in een programma van Ivonie. En dat is altijd een mooi moment waar daar komt Annie tot leven. En let op wat zij daar doet. U moet wel heel erg dol op kinderen zijn, hè? Helemaal niet. Ik bedoel, ja, nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom. Maar ik ben niet speciaal dol op kinderen, nee. Nee, nee, nee. Het is gewoon het kind in jezelf. Maar ik denk wel dat ik een hekel heb aan volwassenen. Dat is het andere. Een hekel heb aan echte volwassen mensen. Die helemaal echt volwassen zijn. Denk ik, nee, mok niet. Er moet altijd een stukje kind in blijven. Dan vind ik het mooier.
Het is eigenlijk een soort levensles. Fantastisch mens. Ja. Ja, dat is toch prachtig. En dat is ook zo. Ik denk ook, hè, Rutte riep deze week op revolutie, hè, bij de kinderen. De kinderen moesten het gaan doen. En dat is eigenlijk precies wat zij doet. En dat heeft zij haar hele leven, denk ik, gedaan. En daar heeft ze ook altijd in gestuurd. Zij was de eerste, hè, met in Holland er staat een huis, een radiohoorspel dat maandagavond... Doorsnee. Ja, doorsnee. Theo en Mina, Rob en Lisbeth. Nou, heel Nederland. Ja, luister daarnaar. Ja. En later kwam daar Pension Hommelus. En het boeiende was in heel Holland Huis. Had je al. Hommelus. Nou? Het is weer Hommelus. Het is weer Hommelus. Je denkt gaat goed en je vergist je. Hommelus, Hommelus. Met altijd beroemde gasten. Mary Desluis was gast geweest. Ton Lutz. Dat was een hele leuke serie. Nee, sterker nog, dat was eigenlijk de serie. Ja, waar zou je het nu mee kunnen vergelijken? Denk, de beste wedstrijd van Nederlands voetbal. Iedereen kijkt ernaar. Er waren maar heel weinig televisietoestellen. Dus mensen zaten bij elkaar over de vloer. Had nu niet gekund natuurlijk, anderhalve meter, maar goed. Donald Jones. Ja, nou, dat is heel mooi dat je dat noemt. Want Donald Jones speelde daar Dinky Henderson in. En dat was heel bewust dat hij daar was. Een Amerikaanse werkstudent in Nederland levend in een pension. En wat gebeurt? Daar hebben wij ruim vooruitgelopen op andere landen. Namelijk de eerste interraciale kus. Nou. Ik zal je het allerliefste in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig even kijken. Telkens even kijken en een zoen. Ja, dus ze hield van een beetje rebelse kindertjes. Ja. Maar ze was ook eigenlijk heel progressief. Ze wilde... Nee, ze is heel progressief. Dus overal in de cast van al haar musicals, daar komt dan eigenlijk een hele diverse maatschappij in voor. En juist dat het opnemen voor de ondeugende, de andere kant, nou ja, de zwakkere, die eigenlijk heel sterk is. Ja. En dat is gewoon bijna roerend. Ja, wat is nou het verhaal van dit fragment? 1958 dus, en zij was hier, zij heeft dit geïnitieerd. Ja, precies. 5 januari 1959, de aflevering heet Beeldromans. En daar gebeurt, en die zoen die wordt echt een mooie zoen. En wij waren het eerste land zo'n beetje ter wereld dat in een comedy dit gebeurde. Amerika, op dat moment had allerlei rassenoorlogen, bijna min of meer. En pas in 1968, in Star Trek, wordt daar een dergelijke zoen uitgedeeld tussen en dat was dankzij Annie M. G. Schmid? Dankzij Annie M. G. Schmid. Die had dit bedacht. Kwam daar toen ook reactie op? Waren mensen... Nou, dat was natuurlijk het grapje. Je zou denken, daar komt een wat gebeurt er nou? Ja. Nederland was eigenlijk een uitermate tolerant land. Niets. He, als je dat nu naast ook in alle kranten, stond nergens een grote kop, ook niet in de Telegraaf, wat gebeurt hier? Ja. Dat was echt, dus dat was eigenlijk heel stil. Ja. En zijn er nog meer voorbeelden te noemen waarin je kon zien hoe revolutionair ze eigenlijk was? Hoe ver ze haar tijd vooruit was? Nou, dat is een vlucht. Vluchten kan niet meer. Nee, vluchten kan niet meer. Want dat gaat eigenlijk over de Koude Oorlog. Dus een prachtig liedje van Frans Halsema en Jenny Arjaan. Ja. En dan, dat is een heel... Ja, goed, dan zou ik het nu moeten gaan zingen. Dat is, ik kan wel, hoor. Ja? Ik ga het proberen. Ja? Vluchten kan niet meer. Ik weet niet heen, ik weet niet hoe. Dat gaat heel goed. Je kan meer dan je denkt. Dankjewel, Paul. Maar goed, ik ben toch een hele slechte Jenny Arjaan. En voor mij nog een slechte Frans Halsema. Maar dat was dat bijvoorbeeld. Nee, ze heeft altijd wel de keuzes gemaakt om iets spannends, om er druk op te leggen, om iets mee te geven. Ook hè, haar musicals, heerlijk duurt het langst. Ze was er tijd vooruit, maar misschien zijn we wel braver en saaier geworden sindsdien. Volgens mij is dat wel zo, toch? Tuttiger, dingen die vroeger konden, met zoiets toevallig ook nog eens een keer, dat kan helemaal niet meer. De VPRO, vroeger met een kotsende dominee in een fietstas. Nee. Dat is nou ondenkbaar, eigenlijk. Ik weet dat mijn jeugd nog Purno op VPRO. Weet je? Zeker. Dat zou nu ook niet meer kunnen, denk ik. Nee. Dus die tijd moet weer terug. Ja, ben ik ook voor. Revolutie. Meer Annie. Revolutie. Ja. Zijn er mensen zoals Annie nu, die nu leven tegenwoordig, die met haar te vergelijken zijn? Nee, ik ben daar... Mijn persoonlijk antwoord is, dat is niet zo. Als ik kijk naar haar oeuvre en wat zij heeft gedaan, de prijzen die ze heeft, de Constant Huygensprijs, echt literair, echt erkend, de Hans-Christian Andersenprijs. Ze heeft echt alle grote prijzen uit het vak gehaald. Ze is een multitalent geweest, zowel kinderboeken, in feite ook eigenlijk volwassen boeken daardoor. Dat vind ik dan in ieder geval. Musicals, tv-series die echt een ongekende populariteit kenden. En ik bedoel, als ik tegen u zeg, dikketje dap,
Ja. Zat op de trap. Zeker. En hoe laat zat hij daar? Nou, kwart over zeven? Uur of half zeven. En waarom? Ja, maar dat is ongelooflijk. Waar ook de wissel komt, is ik dikketje dap. Zat op de trap. Ja. S'morgens vroeg om half zeven. Kwart over zeven. Ja, heel goed. Nee. Wel, we gaan nog even het laatste fragment van haar bedenken. Ja, want dat is wel heel mooi. Want dat is het mooie van een archief. We hebben daar het beroemdste, bekendste, misschien wel belangrijkste interview van de Nederlandse televisie. Zo werd het benoemd. Van de vorige eeuw. En dat was met twee grootheden. Annie natuurlijk en Ischa Meijer. Maar als ik denk hoe laat ik met alles was. Ik begon te schrijven op mijn 36e. Maar waar was je nog meer laat mee? Nou, met schrijven natuurlijk. Heel kinderen krijgen? Goed, ja. Ja, goed. Maar dat ik ook pas voor het eerst een voorbehoedsmiddel gebruikte. Ja. Toen ik, toen ik 56 was. Dat is een beetje overdreven. Dan maar ben je een voorbehoedsmiddel. toen ik 36 was. Nou ja, als je het maar goed gebruikt hebt, zou ik maar zeggen. En hoe beviel het? Nou ja, goed. Ben je zo preuts eigenlijk? Ben je zo preuts? Blijkbaar. Ja, wat raar. Zoiets hebben we ook niet meer op televisie, hè? Nou, nee. Ja, kijk, het zijn twee ongekende figuren. Ja. En daarom is het ook zo een prachtig interview. Twee echt persoonlijkheden die overigens vrij kort na elkaar overleden. En ja, dat is natuurlijk het fijne van het kunnen terugkijken. Dat het er gewoon nog is. En dat als je het terugziet, is het alsof het, of het gisteren of vandaag was. En het is heerlijk om naar te kijken. En deze vrouw ook. Overigens, dat roze jasje had ze bijna in iedere interview aan. Roze was haar favoriete kleur. Nee, dit is prachtig. Nee. Zullen we ooit ophouden met voorlezen uit Annie M. G. Schmid? Nee. Ik ben ervan overtuigd. Ik heb dat nog. Tenminste, ik kan het Paul vragen. Ik denk dat dominee Gremda misschien vanavond of ergens in het kader van Troost TV misschien toch een klein versje prachtig gedicht van Annie zou moeten hebben. Maar wat ik ook, terwijl ik dit zie allemaal, bedenk dat het Beeld- en Geluidarchief een echt enorme schatkamer is. En dat het doodzonde is dat er niet veel meer uitgeput wordt. Dat er eigenlijk een programma moet komen waarin je vanuit het heden terug. Nou, ik had een interview met Annemarie Oster en over Lisbeth List, die overleden was. Annemarie Oster is de dochter van Ank van der Moer. En toen hadden we het over Ank van der Moer. Nee. En daar zitten prachtige opnames van de oude actrice Ank van der Moer. Heel veel jonge mensen die weten helemaal niet meer wie Ank van der Moer is. En het is ook de taak van de televisie om die historie levend te houden. Dat hebben we toch vanavond, vanavond toch heel gedaan. Veel dank. Dankjewel, Eppo. En jullie allemaal bedankt voor jullie komst deze avond. Dit was Opeen voor vanavond. Morgen zitten hier Hugo en Sophie. Tot morgen.